was lick nummer 1. Ik zal lick langzaam spelen en dan ga ik dan uitleggen wat er nou precies aan de hand is. Nou, even langzaam. Ja, dat is wat hier eigenlijk voornamelijk gespeeld wordt. Dat is een arpeggio. Een arpeggio is een gebroken akkoord. En het is een verminderd 7 arpeggio. Het kenmerk daarvan is, dat wordt een beetje een theoretisch verhaal, dat het zijn kleine tersen achter elkaar gestapeld. Het is een kleine ters. Vanaf hier horen we een kleine ters. Dus dat is een verminderd akkoord. Dat akkoord wordt redelijk veel gebruikt in de gypsy jazz, dus als arpeggio. En dat is waar het mee begint. Het begint hier. Dus waar kun je dit nou over spelen? In feite kun je dat over een 7 akkoord spelen. Dus. En je kan het op iedere toon van een 7 akkoord spelen, behalve op de grondtoon natuurlijk. Dus in dit geval heb ik B, dus daar ga ik het niet op spelen. Dus je kunt het eigenlijk zien als een B7, mol 9, die wordt het ook moeilijk. In principe kun je hem starten een halve toon hoger dan het akkoord. Dus als je een B-akkoord hebt, mag je hem op C kun je hem spelen. Dus dat is verminderd. Ik zal het even heel langzaam doen. Dat is een verminderd akkoord, dus dan kun je op C spelen. Nou, als je dan in dit geval op B zit, het volgende noot wat je tegenkomt, dat is de dies. Dat is deze, dan kun je het ook spelen. Dan krijg je de vies. Dan kun je hier beginnen. Kun je hem ook opspelen. Dan kom je uiteindelijk kom je aan B, dies, vies, A. Dus dan kun je hem tenslotte nog op een A spelen. Het zijn allemaal een beetje dezelfde figuurtjes. Dus dan kun je spelen op een 7 akkoord wat bijvoorbeeld naar een E mineur toe gaat. D7 naar een E mineur toe. Dat is ook eigenlijk deze lick. Dus hij begint een beetje verwarrend. In principe kun je gewoon een 8 of een 16e spelen. Maar wat heel veel gebeurt, tenminste in Gypsy Jazz, dat heeft heel veel te maken met de aanslag. Er wordt voornamelijk naar beneden doorgeslagen. Dus er wordt niet constant neer op gespeeld. Nou, het eerste stuk, ik zal hem eens stukjes hakken, want het is best een complexe lick om te spelen. Het is niet echt heel makkelijk. Ik heb er ook een andere plek voor, dat is deze. Het is een heel stuk harder. Waarom weet ik niet? Het klinkt wel op een of andere manier beter als je die plek nog gebruikt. Dus het eerste stuk van de lick gaat zo. Even langzaam. Dus wat je ziet met mijn rechterhand, ik begin neer, op, en dan doe ik twee keer neer. Vervolgens ga ik weer op. En wat is dit nou? Het begint een beetje onhandig omdat het een groepje van 5 noten is. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is best raar, want we zijn gewend om in achtste noten, dat zijn er 2, sorry, per tel, of triolen, dat zijn er 3 per tel. Of 16, dat zijn er 4 partijen. Want dit is niet zozeer een quintool, dat klinkt heel complex. Maar het is een groepje van 5, want ik gebruik dat zelf best wel veel. En daardoor is die lick wat je speelt niet zo symmetrisch. Dus hij komt niet steeds een partijl uit of zo. Nou, dus hij begint met een groepje van 5. Dat is het eerste stukje. Nou, dan ga ik naar de volgende noot. Dus neer, op, neer, neer, op. Dan ga ik naar de volgende noot, dus de dies. Dus dat is het eerste stukje. Dat zijn er de 4. 1, 2, 3, 4. Dan begin ik dus het volgende stukje. Dus dit stukje hebben we dan gehad. Het volgende stukje op die dies begin ik met een neerslag, neerslag, weer opslag en neerslag. Dus dan krijg je dit figuur. Nou, dat is het eerste stukje. Dan gaan we vervolgens krijgen we leidtoon. Dat is deze, de D. Dus krijgen we. Dus ik zat hier op een
neerslag, een opslag op de D. En dan komen er twee keer een groepje van vijf noten. En dat gaat van het langste spelen, allemaal eigenlijk de verminderde arpeggio. Dus het is ook weer vijf noten met een opslag. Sorry, neerslag, opslag, opslag, opslag en neerslag. 1, 2, 3, 4, 5. Eerste stukje. Nou, dan krijgen we weer een groepje van 5. Vervolgens verplaatsen we ons naar de C. Dan krijgen we ook 1, 2, 3, 4, 5. Ook hier zie je dat ik nu naar boven doorsla. Dus eerst neerslag. Op. 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 En weer neer. Dat zie je in de Gypsy Jazz iets minder. Het is meer, ze hebben gewoon ook af en toe echt twee downstrokes achter elkaar. Dat kunnen ze razendsnel spelen. Dus ik zal hem een keer vanaf het begin pakken. Komt ie. Dus dat is ook weer verminderd arpeggio. Dan sta ik eigenlijk op het moment dat ik hier bij die C uitkom, een beetje hetzelfde figuurtje, alleen een kleine ters hoger dan wat ik hier had. Dat is eigenlijk precies hetzelfde dus. Zullen ze even aan elkaar spelen. Hetzelfde, met het verschil dat het op een andere plek in de maat terecht komt. Dus dat maakt dat die licht op een of andere manier verschuift. Sorry. Dus dat is dan het einde. Dus hetzelfde als wat ik hier speel. Weer diezelfde lijntoon. En ditmaal is het een vies. Die schuif ik naar de vies toe en dan loop ik in feite gewoon een stukje chromatisch terug. Nou, gewoon naar de volgende snaar, heel simpel, ook 4-3-2-1. Uiteindelijk kom ik dan op de A uit. Dus ik zal hem in zijn geheel spelen. Dan ga ik zelf fout, sorry. Dus dan kun je mooi op een B7 spelen. Nou, dat was de eerste lick. Ik zal hem nog eens langzaam spelen en dan kunnen jullie zien hoe ik dat precies aansla. Dus met downstrokes en upstrokes achter elkaar. Nou, dat is het. Die begint met een klein stukje uit de harmonische minortoonladder. Harmonische minortoonladder van E in dit geval. Wat is een harmonische minortoonladder? Zoek het maar op, maar goed, heel simpel. Je hebt maartoonladder, misschien weet je dat wel. En het parallel daarvan is de minortoonladder. In dit geval speel ik G majeur. Parallel is E mineur. Nou, als je in die E mineur, in plaats van een D, als je daar een D speelt, dan speel je E harmonisch mineur. Nou, daar begint hij mee. Het begint met een alternating picking lickje. Dus van even langs de spelers, gewoon neer op, neer op. Nou, vervolgens krijg je een stukje met chromatische noten achter elkaar. Dat is het begin dus. Vervolgens zit er een heel klein rustje in en dan krijgen we weer een verminderde arpeggio.
En deze keer van Fies. En ook hier weer dezelfde aanslagtechniek. Neer, op, neer, neer. Dus even achter elkaar. Stop. Dus dan krijg je hetzelfde als wat we net ook hadden in de eerste lick. En dan krijg je hier vanaf de pink krijgen we een chromatisch lijntje. Dus nogmaals langzaam. Dus een stukje wat dan naar die vies loopt. Dus die E is een opslag. Dus dat is het idee. Langzaam spelen ze opslag. Dat is eigenlijk de ik herhaal het natuurlijk nu. Die komt eigenlijk uit in een E mineur arpeggio. Dat is ook een beetje een listige dingetje. Daar en dan. En dan gaat hij gewoon met drie neerslagen. Komen we hier uit op de D. En dan schuif je eigenlijk chromatisch gewoon terug naar de B-noot. Lig je even nog een keer langzaam in zijn totaliteit. 3, 4. Goed spelen. Dat zijn ook echt dezelfde likjes, die bedenk ik eigenlijk niet. Dus ik speel iets en dan denk ik, wat speelt er eigenlijk? Ik hoop dat die klopt, doe hem nog een keer voor de zekerheid. Ja, zo was hij. Dat is dan het einde. Dus dat is de complete lik. Nou, dat was lick nummer 2. Ja, en dan de laatste lick nummer 3. Dat is een lick over dat noemt men een 2-5-1 progressie. Dat is een E-half gemiddelde akkoord. En dan een A, A7 of A, gealtereerd. Daar is hij helemaal zuiver, oké. Okay. En dan D major. Dus ik zal hem even langzaam spelen. De lick. 3, 4. Zeg heel snel tot elkaar. Het gaat vrij snel. Ja, ook deze zal ik weer een stukje hakken. Het eerste stukje is de arpeggio van een half verminderde akkoord. En die gaat zo. In dit geval is het E. Dat zijn de noten. Dus E, G, Bes, D. Dat is die E, G, Bes, T. Nou, hier begin ik eigenlijk ook met weer hetzelfde idee. Dat is ook weer dat doorslaan, die plektrum. Dus weer op, sorry, neer, op, neer, neer. Dan zie je een opslag op de E-noot en die gaat chromatisch terug naar de D. Dus dat is het eerste stukje. Nou, dan gaan we verder. Dan kom ik uiteindelijk naar dat ik die D gespeeld heb. Doe ik even de zogenaamde roll. Dat wil zeggen dat je dit doet. En dan komt weer een stukje van een verminderde akkoord, in dit geval een pes verminderde akkoord. Dus het eerste stukje gaat zo. Dan komt hij al, dus die A lijkt ervoor. Die gaat naar de noot bes toe. En hier krijg je ook hetzelfde vormpje zoals je net ook in die licks had. Weer het vormpje van een verminderde akkoord, voor bes in dit geval.
En ook hier doe ik weer hetzelfde trucje. Weer dat acrobatisch lijntje. Dus even langzaam tot nu toe. Dus dan zitten we op het A7 akkoord. En uiteindelijk komt de rust, want het is eigenlijk die twee akkoorden lijken naar D mineur te gaan. Maar het leuke is, ze gaan D major. Dus dat is wel heel gaaf. Grote terts, de vies op D. Het is een beetje complex, hè? Door de gypsy. Het grappige denk ik is dat de gypsies, de zigeuner zelf, dat het gewoon allemaal op gehoord. Dus dat is onwaarschijnlijk goed, sowieso. Ik krijg dat nooit nagespeeld, maar ik probeer dat zo wel eens. Dan denk ik, oh, ga dat delen, dat vinden mensen misschien wel leuk. Dus het is niet zo dat het echt daadwerkelijk de gypsy licht zijn. Dat is een beetje mijn interpretatie ervan. Maar ja, goed, ik blijf het gewoon iets ongelooflijks vinden. Zeker die aanslag, die moet ik sowieso dat kun je misschien ook zien als ik die licks eigenlijk gewoon sneller speel. Dat mijn hand gewoon een beetje naar voren klapt. En dat ik probeer om dat zo los mogelijk, vooral dat je van die ene snaar naar die andere snaar, dat je daarop leunt. Dat is voornamelijk een soort downstroke gevoel. Heel maf, maar ja, goed, zo heb ik het gezien. En zo heb ik het ook wel eens gezien op dat mensen dat uitlegden. Oké, dan gaan we verder met de lick. Dus even geheugen opfrissen. Dus ook weer even letten op de aanslag. Ik zal even zeggen hoe gaan ze slaan. Neer, op, neer, neer, op, neer, op. Dan kom je daar op. Dan neer. Gaat dan vervolgens hier naartoe. Zal even langzaam doen. Hè? Oh, ik wist niet wat ik dat deed. Het is een neerslag, sorry. Het is een neerslag, dan is het volgens op. Op, neer, neer, neer. Dan komen we uiteindelijk neer, neer. Komen we hier weer uit op. En dan krijg je dat chromatisch lijntje. Dus op. Nog een keer. Dus die vies is een opslag. Nou, dan krijg je het laatste stukje van de lick, dus we komen hier op de vies uit. En dan ga ik vervolgens naar de sies. En dan krijg je dit likje. Dus het was een opslag. Dus op, neer, op, chromatisch lijntje. Daarnaast gewoon het alternating. Dan krijg je hier de E. Dus even heel langzaam met het laatste stukje. Breek hem even in stukjes en dan kunnen jullie zien en horen. Eerste stukje. Tweede stukje. Maar een heel kort likje. Eén keer is het heel langzaam. Nou, dat was de laatste lick. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Een beetje inzicht krijgen in de manier van spelen, van gypsy jazz. Het is heel veel alternating picking. Maar ook zeer zeker, ja, het is niet helemaal sweep picking, maar het komt ook wel voor. Dus dat is eigenlijk... Dus dat ze downstrokes en arpeggio spelen. Veel chromatische lijntonen ertussen. Minor harmonisch, inderdaad komt ook veel voor. Ja, dan die verminderde arpeggio's, hier hoor je eigenlijk ook best wel vaak. Dat soort. Succes ermee en tot een volgende keer weer gitaar. Yeah!